Wist jij dat tijdens de Tweede Wereldoorlog de Kroatische ultranationalisten, de Ustasja, zo gruwelijk tekeer gingen in Joegoslavië dat de Duitsers ervan walgden? Dit hier is het verhaal van hoe de Duitsers aankeken tegen het geweld van de fascistische Kroaten, de Ustasja. Blijf kijken. Hey, welkom terug op dit kanaal. Ik ben Stefan. Ik maak video's over geschiedenis voor jou. Vind je het interessant? Vergeet dan niet te abonneren en druk ook even op het bel-icoon. Op 9 april 1941 begon de Duitse invasie van Joegoslavië. Op 10 april namen de Duitsers Zagreb in en Kroatië scheidde zich af van Joegoslavië. De nieuwe Kroatische staat werd een vazalstaat van Duitsland en betrof ongeveer 40% van het voormalige Joegoslavische Koninkrijk. Het kwam grofweg neer op wat nu Kroatië en Bosnië-Herzegovina is. Van de 6,5 miljoen mensen in het gebied was de helft Kroatisch. Er waren zo'n 750.000 moslims, 40.000 joden en 1,9 miljoen Serviërs. Dit nieuwe land werd de onafhankelijke staat van Kroatië genoemd. Maar ja, de Duitsers en de Italianen hadden er een flinke vinger in de pap. Dus de staat was nauwelijks onafhankelijk te noemen en was gewoon een vazalstaat van de asmogendheden. Officieel kreeg de staat wel een koning, dat was een Italiaanse prins, die werd Tomislav II genoemd, maar die is nooit in het land geweest. De leider werd Ante Pavelić, die was de leider van de Ustasja. Op 17 april voerde de Ustasja-regering een wet in waarin ze iedereen konden vermoorden die ze maar wilden. Vanaf de dag dat de Duitsers Zagreb waren binnengetrokken, waren er al Joden gearresteerd. Maar de eerste massamoord vond plaats aan het einde van die maand. Toen bij het dorpje Gudovac zo'n 200 Serviërs door de Kroatische fascisten werden doodgeschoten. Zij die de kogelregen hadden overleefd, werden omgebracht met bajonetten. Vanaf dat moment ontstond er een golf van moordpartijen, waarbij de Kroatische ultranationalisten met hun doodeskaders door het land trokken. En allerlei mensen vermoorden die zij onwaardig achten. Dit waren hoofdzakelijk Serviërs, Joden en Zigeuners. Er werden ook mensen ondergebracht in Kroatische concentratiekampen. Het meest berucht was het Jasenovac-kamp. Daar werden slachtoffers op de meest brute wijze om het leven gebracht. De Kroaten hadden ook concentratiekampen voor kinderen. Veel Serviërs en Joden, mannen, vrouwen en kinderen, werden door Kroatische milities op brute wijze afgeslacht. Dit alarmeerde de Duitsers, die ook in het gebied gelegerd waren. Een Duitse generaal gestationeerd in Zagreb schreef dat de Ustasja's compleet gek waren geworden. Maar waarom walgden de Duitsers zo erg van dit geweld? Omdat het Duitse leger, de Wehrmacht, zelf ook veel geweld uitoefende in het gebied. In de strijd tegen het verzet, de partizanen, werden hele gebieden gezuiverd van hun inwoners. Veel Serviërs stierven in massa-executies van de Duitsers. Niet alleen mannen, maar ook vrouwen en kinderen. Veel van hen werden ook naar concentratiekampen afgevoerd. Als de Duitsers dan zoveel geweld uitoefenden in het gebied, waarom hadden de Duitsers dan zo'n afkeer tegen het geweld van de Kroaten? Wat maakte hen het nou uit dat Serviërs door hen werden vermoord? Daarvoor moeten we naar het verschil kijken van het geweld van de Duitsers en dat van de Ustasja. En ook bespreken hoe de Duitsers nou precies tegen het geweld van de Ustasja aankeken. Het doel van de Ustasja was om hun land te zuiveren van de ongewenste inwoners. Hoofdzakelijk Serviërs, Joden en Zigeuners. Moslims werden overigens niet het doelwit van het Kroatische geweld. De Ustasja, oftewel de Kroatische revolutionaire beweging, was opgericht eind jaren 20. Soms worden zij ook wel eens de Kroatische fascisten genoemd. Je moet weten dat voor hun ideologie speelden ze leentje buur bij de Italiaanse fascisten, bij de Duitse nazi's en ze hadden ook nog eigen invloeden. Er waren drie componenten van belang voor de ideologie van de Ustasja, namelijk racisme, religie en geweld.
De leider, Ante Pavelić, zei eens: messen, revolvers, automatische pistolen en tijdbommen zijn de klokken die luiden in de dageraad en wedergeboorte van de Kroatische staat. Laten we eens even gaan kijken naar de Duitse kant. Hitler was aanvankelijk niet van plan om Joegoslavië binnen te vallen. Hitler wilde Joegoslavië als bondgenoot hebben en gebruik maken van het spoorlijnennetwerk om zo Griekenland effectief binnen te kunnen vallen. Aanvankelijk tekende Joegoslavië bondgenootschap met Duitsland. Maar kort daarna werd regent Paul, die dit bondgenootschap had getekend, omvergeworpen door Servische militaire leiders. Vanaf dat moment had Hitler besloten om Joegoslavië aan te vallen. Desondanks was Joegoslavië nooit het hoofddoel van de nazi's. Dat was Oost-Europa, de Sovjet-Unie. Operatie Barbarossa zou 2 maanden later, in juni 1941, starten. De Duitsers maakten dus ook gebruik van collaborateurs in Servië en Kroatië om het gebied van Joegoslavië te bezetten. Daarnaast wilden zij de grondstoffen van het land. Die werden gebruikt voor de oorlog tegen de Sovjet-Unie. Met name in Kroatië hadden de Duitse bezettingstroepen vanaf het begin een tekort aan materieel en manschappen. Wat zij wilden was rust en orde. Alleen, laat me je dit vertellen. In Joegoslavië tijdens de Tweede Wereldoorlog was er alles behalve rust en orde. Vanaf het begin af aan was er verzet. Er waren hoofdzakelijk 2 verzetsgroepen in Joegoslavië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aan de ene kant de Chetniks, aan de andere kant de Partizanen. De Chetniks waren Servische nationalisten die werden geleid door Draža Mihailović. Daarnaast waren er ook de Partizanen, die werden geleid door Josip Broz Tito en zij waren communistisch. De Partizanen waren heel erg centraal georganiseerd, de Chetniks niet. En wat er dus gebeurde, was dat uiteindelijk sommige eenheden van de Chetniks zijn gaan samenwerken met de bezettingsautoriteiten. Uiteindelijk hebben ze ook de wapens opgepakt tegen de Partizanen. De Duitsers zetten zogeheten kampfgroepen op, gevechtsgroepen, om het Joegoslavische verzet de kop in te drukken. Een van de Duitse commandanten, generaal Alexander Löhr, geloofde dat er zoveel mogelijk geweld moest worden toegepast. Vanuit het perspectief van Löhr dwong de logica van moderne oorlogsvoering tot een snelle toename van geweld tegen niet-strijders. Technologische veranderingen, met name de introductie van het vliegtuig, versnelden dit proces en legden het concept van de non-combattant terzijde. Löhr onderschreef de maximalisatie van geweld, beschouwde oorlog als een strijd tussen hele samenlevingen en legers en geloofde dat militair geweld legitiem kon worden gericht tegen vijandige samenlevingen. Met andere woorden, Duitsers richten hun agressie niet alleen tegen mannen, maar ook tegen vrouwen, kinderen en ouderen van dagen. Allemaal om orde in de chaos te scheppen. Alleen met het geweld dat de Ustasjas ontketende, kwam er juist meer chaos. De Ustasjas pleegden hun gruweldaden in de open lucht en deden weinig om dit te verbergen. Na de massaslachting bij het dorpje Godovac, waar ik het eerder over had, stuurden de Duitsers die hiervan bericht kregen een onderzoekscomité om te onderzoeken wat er nou precies was gebeurd. Er werden zelfs 40 verdachten opgepakt. Maar waarom deden de Duitsers dit? Hoofdzakelijk deden zij dit om te laten zien dat zij de baas waren en de Kroatische Ustasjas niet zomaar alles konden doen wat ze wilden. Uiteindelijk werden de verdachten kort daarna vrijgelaten. Nu is het wel zo dat de Duitsers later nog meer onderzoeken hebben verricht. En Duitse en ook Italiaanse soldaten die in het gebied waren gestationeerd en een eigen camera hadden, maakten foto's van de wreedheden van de Ustasja. Sommigen deden dit omdat ze geschokt waren door de brutaliteit van hun medestrijders. Anderen als onderdeel van de meer routinematige praktijk van het creëren van een aandenken aan het leven dat wordt geleefd. En de realiteit en verschrikkingen van de oorlog op de Balkan in detail te beschrijven. De Duitse generaal Edmund Gleser van Horstenau schreef in een rapport aan Himmler: er wordt mij vaak verteld dat de Duitse bezettingstroepen zouden moeten ingrijpen tegen de misdaden van de Ustasja.
Dit kan op den duur gebeuren. Op dit moment, met de beschikbare troepen, zou ik niet om een dergelijke actie kunnen vragen. Ad hoc tussenkomst in individuele gevallen zou het Duitse leger verantwoordelijk kunnen maken voor talloze misdaden die het in het verleden niet kon voorkomen. De Duitse generaal Paul Baader stelde in de lente van 1942 voor om het vuur te openen wanneer Ustasja's zich schuldig maakte aan wreedheden. Maar niet zozeer om de Serviërs te redden, maar om orde te creëren. Zoals eerder gezegd, de Duitsers wilden orde. En interessant is ook wanneer je gaat kijken naar de woordkeuze die de Duitsers toepasten in hun eigen verslagen. Woorden als gezuiverd of eliminatie gaven de Duitse inspanningen een klinische en ingetogen uitstraling. Een schijn die in feite werd ondermijnd door de grootschalige brutaliteit die met deze operaties gepaard gaat. Daarentegen, als je gaat kijken naar de woorden die de Duitsers gebruikten om het geweld van de Kroaten te omschrijven, dan kom je woorden tegen als plunderingen, excessen, wreedheden en afslachting. Het geweld van de Wehrmacht was gebiedsgeoriënteerd. Dat wil zeggen dat zij in een bepaald gebied, de mensen die daar wonen, ja, die hadden pech en die werden dus het slachtoffer van geweld van de Duitsers. Het geweld van de Ustasja's daarentegen was meer mensgeoriënteerd. Zij richtten hun pijlen op alle mensen die zij onwaardig achten. Wat ik probeer uit te leggen en probeerde te volgen, is dat wanneer je het geweld van de Duitsers vergelijkt met dat van de Kroaten in de Tweede Wereldoorlog, dat het een vergelijking is tussen, ja, super verschrikkelijk en ultra verschrikkelijk. Als je begrijpt wat ik bedoel. En de Duitsers waren kwaad op de Ustasja's. Omdat de Duitsers wilden orde. Maar door het geweld van de Ustasja's kwam er alleen maar meer chaos. Wat de Duitsers wilden bestrijden. Ik was niet in staat om verslagen van individuele Duitse soldaten te bestuderen. Maar ik kan me voorstellen dat gewone soldaten behoorlijk geschokt waren door het geweld van de Kroatische ultranationalisten. Besef dat de meeste slachtoffers van de Duitsers in Joegoslavië stierven als gevolg van bombardementen en geweervuur. Alleen de Ustasja's gingen op een veel vredere wijze te werk. Zij vermoorden mensen met bijlen, messen, hamers en zagen. Wel vond ik een verslag van een Nederlander. Was een vrijwilliger in de Waffen-SS en diende in Vrijwilligerslegioen Nederland, dat een tijdje in bezet Joegoslavië heeft gezeten. Het samengaan met Duitsland stuitte in brede kringen op verzet. Bovendien maakte de aanmatigende wijze waarop de Ustasja, ongeveer de Kroatische SA, optrad, de regering ook al weinig geliefd. De Kroatische regering bevond zich dan ook chronisch in moeilijkheden en miste elk prestige. Onder deze omstandigheden valt het nauwelijks te verwonderen dat de benden van Tito en Mihailovic meer gevreesd waren dan de regeringsorganen die overigens, evenals de nationale militie, zeer onbetrouwbaar waren. En dit komt eigenlijk wel overeen met hoe de Wehrmacht dacht over de Kroatische staat. Als jij nu meer daarover wilt leren, klik dan vooral hier mijn video over Kroatië tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ik heb ook een video gemaakt over Vrijwilligerslegioen Nederland. Heb je die nog niet gezien? Klik dan vooral hier. Ik wil je bedanken voor het kijken. Geef deze video een like. Laat ook even een comment achter met wat je van deze video vond. En tot de volgende keer.